Dames en heren, geachte aanwezigen, mesdames en messieurs. In naam van EY en onze loyale partners voor dit event, FBN Belgium en Guberna, heet ik u van harte welkom op reeds de vierde editie van de Family Business Award of Excellence. Een initiatief waarbij we het onmiskenbaar belang van familiebedrijven willen onderstrepen. De très nombreuses clés du succès déterminent conjointement l'ADN d'une entreprise familiale performante. Et l'on peut dire qu'il y a à tout le moins un facteur déterminant supplémentaire, c'est la famille. Sans la famille, l'entreprise familiale perd son âme, sa passion, son savoir-faire et son héritage. Ik wens u verder een interessante, leerrijke, maar ook erg leuke avond vanavond. En geef nu graag het woord terug aan Annick Capelle voor het verdere verloop van deze avond. Le Family Business Award of Excellence, c'est une histoire de famille. De Family Business Award of Excellence is geen gewone wedstrijd. Het is een moment waarop succesvolle familiebedrijven hun ervaringen, hun best practices komen delen. Alors, cette cuvée 2017, c'est déjà la quatrième édition du Family Business Award. L'année dernière, c'est la Lorraine Bakery Group qui s'est vue récompensée. En dit jaar zijn de laureaten opnieuw uitmuntende ondernemingen. Mesdames et messieurs, le moment est à présent venu de découvrir le nom de l'ambassadeur du Family Business Award of Excellence 2017. Meneer De Bruyker, u hebt de enveloppe met één naam erin. Wie wordt de ambassadeur voor dit jaar? Het familiebedrijf Van der Zanden Groep. Natuurlijk gaan we volgende week zeker en vast met alle generaties dit evenement in de kijker zetten en dubbel en dik feestvieren.